Goedendag. Kijk naar het weersjournaal van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag 1 uur zien we heel veel stipjes boven Nederland. En die witte vlekjes zien we ook terug boven Frankrijk, Duitsland en ook het midden van Europa. Het zijn allemaal stapelwolken. In een de groot deel van Europa werd het weerbeeld vanmiddag bepaald door stapelwolken. En op enkele plaatsen groeiden ze uit tot buien. Nou, bij ons was dat in de vorm van motregen, want het waren hele kleine wolken. Maar in de rest van Europa kwamen ook wel een paar stevige buien voor, vooral in het Alpengebied. Kijken we even naar de Noordzee. Daar zit heel veel bewolking. En met een noordwestelijke stroming komen die wolken allemaal onze kant op. Dat betekent dat we de aanvoer houden van wolkenvelden voorlopig. Op de weerkaart zien we diezelfde bewolking terug dicht een hoogdrukgebied ten westen van Ierland. Die zorgt voor die noordelijke stroming via de Noordzee. En die wolkenvelden die blijven eigenlijk onze kant op komen. Af en toe zit er wat drogere lucht tussen, dan klaart het flink op. En als er dan weer een zwakke storing nadert, dan neemt de bewolking weer toe. Morgen zitten we in zo'n gebied met wat drogere lucht, dan zien we de zon dus vaker schijnen. Woensdag komt het plakkaat met bewolking weer over ons land te liggen. Vanavond ook nog wel wolkenvelden, maar opklaringen breiden zich al wel vanuit het noorden uit. Vooral in het noordwesten en westen verwacht ik daardoor vanavond nog enige tijd zon. In het oosten en zuidoosten hebben wolkenvelden de overhand. En vooral in het zuidoosten kan nog een spatje vallen. Komende nacht komen er weer wat dikkere wolken langs de oostgrens. Ook daar een enkel spatje. Die trekken geleidelijk ook weer naar het zuidoosten. Verder een paar opklaringen en de minima liggen rond 13 graden. Morgen overdag hebben we dan vrij rustig weer. De noordelijke wind die blijft waaien. Windkracht 3 tot 4, langs de Wadden af en toe windkracht 5. Brede opklaringen worden aangevoerd. Dat betekent dus dat de zon geregeld schijnt. Alleen in het zuiden en zuidoosten is er meer bewolking. En daar kan nog een enkele bui vallen. Vanwege die wolken in Limburg 20 graden, maar in de rest van het binnenland zo 20 tot 22 graden. Alleen in de kuststrook is de graad of 18. Heel redelijk weer morgen, uiteraard geen topzomerdag, maar wel een heerlijke dag om lekker buiten te zijn. Kijken we naar het weer op woensdag, dan zien we weer wat vaker regen vallen. Dat is de zwakke storing die voor wolkenvelden zorgt. Zal vooral motregen zijn, geen hoosbuien. Later op de dag breekt ook af en toe de zon weer door. Ook donderdag een mix van wolken en zon en een enkel buitje. En ook vrijdag verwachten we enkele buien. Temperaturen gaan daarbij stapje voor stapje naar beneden. Vrijdag is het dan zo'n 16 tot 18 graden. Kijken we nog even naar de langere termijn. Ja, dan wil het allemaal niet echt vlotten. Voorlopig houden we temperaturen tussen de 15 en de 20 graden. En ja, vorige week zei ik dat ook al steeds. En nu moet ik het nog steeds zeggen. In de laatste week gaat het kwik langzaam iets omhoog. Misschien, maar heel overtuigend is het allemaal nog niet. Voorlopig dus het aanhouden van dit weerbeeld. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl